ongoochelig. En vandaag heb ik de impuls voor de mies. Impuls is niet gewoon school, want impuls heeft heel veel extra dingen dat een andere school niet heeft. Ze hebben bijvoorbeeld extra vakken. We werken met laptops. En we hebben andere beoordelingen. Andere vakken. Coaching, setting en community. Bij coaching begint elke ochtend, behalve vrijdag, 8:30. In een kring heb je een coach. Iedere kring heeft zijn eigen coach. In een kring ga je inchecken. Ga je bezig met planning. En bezig met je portfolio. Inchecken is je koppelt je gevoel aan iets zoals bijvoorbeeld de kleur. Ik voel me zwart, want ik voel me somber. Ik voel me groen, want ik voel me blij. Planning, de coachkring helpt je ook met je planning wanneer dingen af moeten zijn en dat soort dingen. Portfolio. Portfolio is een map waar je al je dingen in doet van het jaar over jezelf. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn het ILP. Daarin zet je eigen doelen. Bijvoorbeeld ik wil leren om een kamer een keer netjes te houden. En setting gaat erin. En setting, dat is weer een ander vak. Je doet het bijvoorbeeld over ijs. Dan maak je mindmap over ijs. Wat weet je al over ijs? Bijvoorbeeld dat het eten is, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan ga je deelvragen maken en een hoofdvraag. Je stelt jezelf vragen zoals bijvoorbeeld, wat is ijs en hoe maak je ijs? Dan ga je onderzoek doen. Je kunt op internet opzoeken, je kunt een interview opnemen, je kunt een boek lezen of je kunt een krantenartikel lezen over ijs. Dan maak je een eindproduct. Dit kan zijn een muurkrant, een filmpje of je maakt bijvoorbeeld zelf ijs. Uiteindelijk ga je het presenteren voor je klas. Community. Bij community ga je in een groep zoals bijvoorbeeld sport of muziek. Je maakt een sollicitatieformulier en dan gaan ze kijken of je wordt aangenomen in een community. Als je bijvoorbeeld in de muziekcommunity wil, kun je met andere mensen die ook een instrument spelen een band beginnen. Hierbij kun je bijvoorbeeld optreden voor open dagen. Dan heb je nog bijvoorbeeld de horecacommunity. Hier maak je elke pauze een broodje. Die verkoop je aan de leerlingen. En dan leer je koken en met geld omgaan. En we werken op impuls met laptops. Je krijgt een laptop waar je zelf ook een klein beetje mee moet betalen. Waar je op bijvoorbeeld verslagen kunt schrijven aan. Waar je mail op kan checken en waar je Yammer op kan checken. Yammer is een soort social media voor school. We hebben ook andere beoordelingen. Een A is voor VWO-niveau, een B is voor HAVO-niveau en een C is voor VMBO-T-niveau. Dus als je een VWO hebt, dan moet je een A halen, HAVO een B en VMBO-T een C. Nu is de vraag, heb je op impuls ook gewone vakken? Natuurlijk heb je gewone vakken, maar die worden ook op zo'n vrije manier gegeven als setting.